Hey YouTube! Vandaag gaan we weer eens een keertje een makeover doen. Het wordt wel weer eens tijd. Zoals jullie misschien wel hebben gezien in onze laatste makeover video, toen gingen we namelijk ook een stukje zagen in onze achtertuin. Leuk dat onze achtertuin heel mooi is. Ja, ik mocht het eigenlijk niet eens filmen. Onze achtertuin was ooit heel mooi, maar nee. Het is niet zo heel erg meer mooi. Is hij ooit mooi geweest? Nee. Nee, toch? Wij hebben onze tuin een aantal jaar geleden zelf helemaal omgegooid. En eigenlijk heel erg on a budget, om het zo maar te zeggen. Ja. We hebben gewoon alles herbruikt wat er al in de tuin lag. En steentjes allemaal een beetje anders neergelegd. Zodat het in ieder geval iets meer paste bij hoe wij het toen wilden gebruiken. Maar het is nooit een mooie achtertuin geweest. Nee, dat krijg je als je alles zelf doet en niet de allerbeste tuinier bent. En het niet bijhoudt. Ja, oké. Okay. Maar goed, we gaan er wat aan doen. We hebben namelijk een heel groot gedeelte in onze tuin dat we niet gebruiken. Maar dat zal ik zo meteen eventjes laten zien hoe dat eruit ziet. Ik schaam me alvast een heel klein beetje ervoor, maar ik ga het toch laten zien. En we gaan het weer zelf doen, dus het wordt vast hartstikke mooi. Wordt wel in dezelfde stijl als de rest van het tijd. Dat is waar. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jullie in ieder geval vast vragen om te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En druk even op het belletje dat ernaast staat. Ja, want dan krijg je tenminste een melding als we weer een video uploaden. Oké, maar ik ga jullie gewoon even meenemen naar de achtertuin. Ga ik jullie laten zien hoe het erbij staat. Ja? Ben ik er klaar voor om dit te laten zien? Zeker? Jawel, want we gaan er gewoon iets moois van maken. Okay. Komt goed. Kom mee. Ja. Tada! Onze prachtige achtertuin. Zoals je kan zien zijn wij gek op tuinieren. We hebben heel veel verschillende planten hier zo die hier groeien. Doen het vet goed als ze met kluiten en wortels boven de grond liggen. Maar nee, dit is niet zo mooi hè. En eigenlijk is dit een beetje de dumpplek geworden van onze achtertuin. Blaadjes vegen we hierin. Onkruid dumpen we hier. Planten die dood zijn. Wat we van plan zijn. We zaten laatst hier naar te kijken. Toen dachten we, dit is eigenlijk nog best wel een flink stuk. We hebben niet een hele grote achtertuin. Dit is eigenlijk gewoon bijna de helft van onze achtertuin. En we doen er nu helemaal niks mee. Toen zei mijn oudste dochter in één keer van, misschien is het anders wel een heel leuk idee om hier gewoon iets van gras neer te leggen. Want dan zou hier prima een schommel kunnen staan. En dat willen we al een heleboel jaar, een schommel. Maar we zeggen altijd, we hebben er geen plek voor in onze achtertuin. Want onze achtertuin is al bezet met troep. Dus we gaan dat nu gewoon doen. We gaan dit allemaal weghalen hier zo. We gaan hier in ieder geval zorgen dat hier kunstgras kan komen te liggen. En we gaan dit terras, hier stond ooit een keer een eettafel, maar daar deden we niks mee. Dus dat maken we gewoon recht, zodat in ieder geval daar een barbecuehoekje kan komen. En je nog normaal over de stenen kan lopen om de ramen te semen. En we gaan het helemaal zelf doen. Zijn we daar goed in? Nee. Maar dat past wel bij de rest van de tuin. Waarom gingen we dit ook weer doen? Kunnen we het niet gewoon voor eeuwige rotzooi laten? Ik heb zo'n hekel aan in de tuin werken. Maar ja, we moeten het doen. Want we hebben inmiddels al een schommel besteld. Die hier komt te staan. Die nu niet hier ingezet kan worden. Want ik ga echt niet hier mijn kinderen laten schommelen. Dan gaan ze echt niet blij van worden. Dat gaan ze ook echt niet doen, denk ik. Dus we moeten wel. Heb jij zin? Maar we gaan het toch doen. Oh, oké. Okay. Dit is toch niet echt een outfit waarvan ik ooit had gedacht dat ik hier een YouTube video zou maken hoor. Ik heb vandaag mijn mooiste outfit uitgekozen. En je mooiste accent ook. Mijn mooiste accent heb ik ook uitgekozen. Deze nog eruit halen. Die gaat ook weg. En we moeten het grind even laten verdwijnen. Waar laten we dit grind? Doen we dat gewoon even een beetje omkiepen en dat we het uiteindelijk onder het gras verstoppen of zo? Mensen willen nooit meer dit huis kopen. Ja. Kunnen we het niet gewoon onder de... Trampoline gooien? Ja. Je weet niet, dan springen ze misschien net op zo'n steentje. Ja, maar ze komt er niet tot de bodem. Ik weet niet hoe diep jij dat gat hebt gemaakt. Heel diep? Nee, volgens mij niet heel diep. En er staat ook water. Gaan die steentjes misschien wel drijven, of niet? Sorry, wat? Oké, wacht. We gaan de stenen eruit halen, zei ik. Nou, we zien het zo meteen allemaal wel. Zullen we gewoon eerst even al deze stenen eruit halen? Ja, goed idee. Oké. Ga jij dat doen? Wij gaan dat doen. Oh. Jij hebt nog niks te doen. Jawel. Oh, je hebt één plant naar voren geteeld. Nee, twee. Nou, kom. We gaan die stenen eruit halen. Alles moet eruit. Oh ja, dit zijn natuurlijk van die hele lange, die er heel diep in zitten. Eeuw. Die zit naaktslag. Oké, dit is één.
zitten met iets. Als we deze lijn doortrekken, dan kom je ergens halverwege de deur uit. En dat is niet echt logisch. Dat is lelijk. En als we hier de bocht om gaan, wat dan de meest logische stap zou zijn, dan, en we leggen dit recht op deze manier door, en dan komt er ineens... Ja, gaan we ineens zo leggen. Ja, want even voor de duidelijkheid, die stenen die erachter allemaal liggen, ja, die liggen dus wel zo. Die liggen zo. Ja, dus dat vinden we een beetje lelijk. Ja. Dus ik denk dat het slimste is, of nou ja, het slimste, eigenlijk de enige oplossing en het mooiste, is dat we dit stuk er ook nog uithalen van het pad en alles gewoon recht leggen. Betekent wel dat we nog meer eruit moeten halen. We dachten net dat we klaar waren. Ja. Maar het is wel het mooiste, denk ik. Dan krijg je inderdaad echt één zo'n heel grote ras en dan hier pas een pad dat die kant op gaat. Ik denk dat dat wel het meest logisch is. Maar ja, zo gaan wel altijd die projecten, hè? Je komt iets tegen en dan is het, ja, nee, maar het is toch wel het mooiste als we dit nog even doen. Yep. Dus. Maar we gaan het gewoon doen. Van naaien, naar schilderen, naar straten leggen. We doen alles. Voor de goede zijn het anders, maar we doen alles. Nee, dit is niet mijn specialiteit hoor, straten leggen. Maar ik heb de rest van de tuin ook zelf gelegd, samen met jou. Dus dan blijft het wel dezelfde sfeer. Anders heb je hier in één keer een perfect iets en dan dat, zeg maar. Dat moet niet. Dus we gaan er weer voor. We gaan weer zand aanstampen, steentjes leggen, hameren, tikken, dingen. Nou, dan zijn we wel weer een dag verder, denk ik. Zin in? Wie, ik? Ja? Nee. Ik ook niet. Maar we hebben het er al uitgehaald, dus het moet er wel weer terug in. Vandaag is dag 3 en dat is altijd de dag dat ik niet zoveel zin meer heb. En dan moet ik mezelf er wel even toe zetten. Ik ga gewoon even zand halen. Voordat ik verder ga, natuurlijk eerst mijn nieuwe laars aan. Je kunt nu al zien dat ik niet genoeg stenen ga hebben. Maar we hebben daar nog een border. Ik weet niet of dat op de planning stond, maar ik ga gewoon die stenen gebruiken. Hey Maris, heb je je Coca-Cola shirt niet aan vandaag? Nope, not today. Zeg Maris, heb je er super veel zin in om in de tuin te werken? Of ik echt al een uur zit te wachten om deze grapjes te maken. Heeft ze niet. Maar, gaan we wat doen vandaag? Of wordt het een... Nope. Not today. Ja. Kijk, het liefste doe ik dit. Elke dag. Maar ik denk niet dat het vanzelf verdwijnt. En nu we die stenen hier hebben weggehaald, moeten we hier dus deze plantjes ook weghalen. Ik zit alleen met het volgende. Want, deze is net mooi gaan bloeien. Doet het jaren niet. En ineens... Nu die eruit moet, gaat hij het doen. Dus nu vind ik het eigenlijk zonde om hem weg te gooien. Maar aan de andere kant hebben we nog zo'n in elkaar gevallen border. En daar zit dezelfde plant in. Die deed het altijd heel mooi. Die doet het nu niet meer. Die is nu in één keer echt helemaal dood. Dus het meest logische zou zijn als we deze daar naartoe verhuizen. Maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Want hij moet wel daar eigenlijk heen. Want dat is toch zonde? Ik ga wat anders doen. Nee! Jij mag het... Nee. Nou ja, weet je waarom ik er vooral geen zin in heb? Het is niet omdat ik lui ben of zo, maar jawel.
Nee. Jawel. Oh. Ik knip dit er allemaal af. Nee, het is niet omdat ik lui ben. Het is omdat ik lui ben. Dat ga ik ervan maken. Nee, het is omdat... Niet uitzetten, hè? Ja. Het is omdat daar... Die planten, die zijn echt veel te groot gegroeid voor in die borden. Dus als ik daarin ga lopen scheppen, dan valt het dat alles om. Omdat het één grote vierkante kluit is geworden. En dan ligt het weer allemaal op het gras en dan krijg ik hem weer niet meer in elkaar. Ik doe alsof ik hem eruit trek. Want Rick was te langzaam met filmen. Nou, ik ga me stoppen vandaag hoor. Maar kijk, zit ik net een heel betoog te houden over hoe moeilijk het is om deze plant eruit te halen. En was hij dood of was hij dood? Nou, en toch hè, en toch. Ik vind het knap. Mijn tuinierskills, mensen. Oké, maar ik ben er nog niet. Want nu moet die andere plant er nog in. Maar deze mag wel weg. Of zeg je, we halen dit eraf en we gaan het enten. Want hij begint het in één keer weer te doen. Ja, ik ga wat anders doen. Toch altijd wel heel veel meer werk dan dat het op zo'n videootje lijkt. Ja. Dat is niet eerlijk. Nee. Het was echt heel veel werk. Al het opruimen vooral. Ja, maar het helpt ook niet als je geen zin hebt. Ik had super veel zin. Nee. Ja, ik deed tenminste wat. Jij deed wat? Amper wat. Ik heb vet mooi alles gelegd. En ja, zand gehaald en zo. Oké. Nou, je mag nu wel wat doen. Want er komt nu een gedeelte dat ik echt niet wil doen. En ook niet kan, denk ik. Ja, dat kan. Want we moeten nu de stenen... Die laatste steen. Ik was al heel leuk bezig om alle restjes die we hadden op te vullen. En die er gewoon in te stoppen, maar dat mocht niet verder. Dat is toch lelijk. Ga je zo je best doen om de tuin mooi te maken. Zie ik haar om van die stukjes die al stuk waren. Gewoon erin prakken. In mijn mooie tegelwerk. Nee, dat gaan we niet doen. Ik pak wel gewoon... Past wel bij het design. Ik pak wel gewoon zo'n power tool. Komt helemaal goed. Rick in de tussentijd in de achtertuin echt super hard zagen. Dus terwijl hij lekker bezig is met die stenen slijpen, ben ik in de tussentijd al die stenen naar de voortuin aan het sjouwen. En het zijn er echt zoveel. Maar goed, naar de voortuin brengen is dan nog niet zo erg. Maar dit moet ook weer allemaal naar het grofvel gebracht worden. Dan moet je kijken hoeveel het is. Ook zo met die planten erbij. En we hebben geen trekhaak, dus we kunnen geen karretje erachter hangen. Dus dit moet in de kofferbak. Wat ik al jaren wil, maar wat ik nooit mag van Rick, is zo'n schommelstoel. Maar dan niet zo'n oma schommelstoel, maar zo'n ding zo dat je zo'n in zo'n... ei, weet je wel? Ja. Zo'n uit de jaren 60. Ja. En dan midden in de woonkamer zo'n enorm ding het waar je nooit in gaat zitten. Het zit zo lekker. Wanneer zit je ooit in een stoel in je eentje? Nou, we hebben hem niet, maar dan altijd. Nou, ik heb er gewoon eentje besteld. Voor binnen? Nee, voor buiten. Oh, gelukkig. Ik denk al. Durf niet.
Maar mag ik even wat proeven hoor, want anders kom ik er echt niet uit. Oh, dit is echt zo lekker. Zie ik er ook comfortabel uit. Dat is echt wel lekker hoor. Dat is echt heel erg lekker hè. Ik denk dat ik hier niet meer uitkom. Dat zei ik ook al. Kijk hoeveel onkruid er groeit in één nacht. Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ze dat geloven. Oké, okay, we hadden even heel erg slecht weer. Het heeft echt weken geregend. Slecht weer. Het is wel zo. Ja, het heeft inderdaad 2 dagen geregend. Nee. Het heeft echt 6 weken heel veel geregend. Heel veel. En of het was echt te warm. Stond helemaal onder water. Oké, we hadden ook niet zo heel veel zin. Vooral dat. Nee, vooral de regen. Ja. Ik haat tuinieren gewoon zo. En als ik er eenmaal bezig ben, dan gaat het wel. Maar als ik het dan een paar dagen heb laten liggen, dan moet ik echt weer mezelf helemaal motiveren om het te gaan doen. Ja, inderdaad, de eerste keer dat we het lieten liggen was wel omdat het echt slecht weer werd. Toen konden we gewoon niet verder. Nee, toch? Maar daarna was het ook heel veel regen. Geen zin meer. En weet je, afmaken is gewoon moeilijk. En regen. En moeilijk. Weet je wat dan alleen wel zuur is? Dan heb je al niet zoveel zin. En dan laat je het een aantal weken liggen. Waardoor er vet veel onkruid weer is gaan groeien. Wat ik net allemaal weg had gehaald. Ja, en dan moet ik het weer zitten doen. Ja, dat is een nadeel. Nou, we hebben nu even het gras opgerold. Zodat we hier voor straks nieuwe aarde overheen kunnen doen. Want we hebben ooit een konijn gehad. En die heeft me hier toch een gat zitten graven. Eeuw! Er zit ook een vieze naaktvlak in. En we hebben dat hele sluisding al een keertje gevuld met een beetje stenen. Zodat het niet zou instorten. Maar we gaan hem nu maar meteen opvullen. Ja, maar het gekke is, er zit echt een mega gat onder me. Als ik erop beuk... Is het best stevig? Is best wel stevig, ja. Zie je? Oeps. Ja, dat is dus echt, het loopt helemaal tot daar. We hebben ook nooit geweten dat het daar zat, pas toen het konijn er niet meer was. Maar waar die helemaal heen loopt, hij begint in ieder geval daar. Nou, dat moet echt opgevuld worden, dus we kunnen ons zand in ieder geval wel kwijt. Soms zak je zo ver weg dat je gewoon een beetje vast zit. Wij zijn in ons element. Maar het wordt al wel iets beter nu, hè? Kunnen we even zien of de aarde wel open houden. Oh, kijk nou. Dat ziet er goed uit. Thank you. Even zwaar voor de netjes. Denk niet dat dit gaat. Hallo? Hallo. Ik weet niet of je me kan zien, maar wij moeten even het gras halen. Ga je mee? Ja. Oh, ik wou zeggen, wat doe je dan hier in de auto? Weet ik niet. Zullen we gaan? Ja. Oké. Okay. Oh ja, dit was trouwens niet de eerste keer dat we bij die kunstgrasboer kwamen. We waren er zo'n 6-7 weken geleden daarvoor ook al geweest. Ja, voordat het slecht weer werd. Ja, voordat het slecht weer werd. En toen zeiden we... Want... We komen het morgen halen. Nee. Het ging zo. Hij zei van ja, ik heb nu even personeelstekort. Dus kom het maar niet vandaag halen. Dan toen kwamen we eigenlijk om het meteen mee te nemen. Ja, maar kom morgen even terug. Toen zeiden we, komen morgen. Dat moet je nooit doen. 7 weken later. Hallo! Ah, ze hadden hem nog op voorraad. Dus ze konden hem gewoon meenemen. Tuurlijk. Zo mooi ligt ons gras er niet meer bij hoor. Nee, hè? Nou, we hebben dus een heel stuk kunstgras, maar we willen aan de andere kant nu dus ook kunstgras neerleggen. Dus we hebben net een heel klein stukje afgesneden. En dan gaan we nu even kijken welke dat was. Dan kunnen we een soortgelijke vinden voor dat stuk ernaast. Want daar moet natuurlijk ook gras komen. Maar dat was niet dat. Oh, dit is zo. Oh, wat is dit weer mooi. Ja, wat is ons gras toch niet meer mooi als je dit dan ziet. Het is wel iets luxer dan wat we hadden. Oeh, lekker voelt hij. Hij is ook heel vol en dik. That's what she said. Nou, het worteldoek dat hieronder lag was echt zo vergaan. Dat kregen we niet meer heel eronder vandaan. Dus we hebben even een nieuwe gelegd. Dan hebben we hopelijk weer wat minder onkruid door ons gras heen. Dan gaan we kijken of we het nog zo netjes mogen krijgen. Maar volgens mij is het nu redelijk recht. We hebben ons gras nooit echt super recht. Het loopt altijd een beetje zo. Het is voor de natuurlijke vibes. Echt niet omdat we het zelf gewoon niet mooi recht kunnen krijgen. Kom, we gaan het gras terugrollen.
dit wordt de schommel. Yes. En je wilt hem graag gelijk met die, hoe heet het, hè? Ja, gelijk met deze paal. Kun je hem vasthouden? Denk je niet dat dat het mooiste is? Niet hoog. Ja, jij wilde toch een hoge schommel? Nee, dit hele ding gaat de grond in, hè? Oh. Je moet er met een ladder op klimmen. Ja, je moet... De schommel komt dat hier te hangen. Dat is namelijk mijn favoriete hoogte. Dat teken ik zo ook altijd, weet je nog? Nou, we gaan weer iets doen wat we nog nooit hebben gedaan. Dus dat gaat altijd heel erg goed, of niet. We gaan het beton gieten voor de paal. Alleen, hoe wij het willen doen, we willen natuurlijk die paal door het gras heen hebben. En we kunnen niet het gras er overheen tillen. Dus wat we gaan doen is, we gaan het gat vullen met beton. En dan hopelijk zijn we snel genoeg dat we bovenaf de paal erin kunnen rammen. Dat leek ons het beste idee. Dat, ja, is niet het beste idee. Maar, ja. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen, we zien het wel. Kijk, wij zien er even uit. Oké, nou ja, het ligt nog los erop, want die moet natuurlijk nog vast. En dan schommeltjes komen dan daaraan. Maar het staat nu al leuk. Ja, het staat heel erg leuk. Ja, het staat nu al gezellig. Ja. Ja, die komen er straks onder te hangen. Ja, en die komen dan zo meteen daar, zo twee naast elkaar. Dan kunnen jullie samen schommelen. Leuk, hè? Nou, de eerste schommel hangt eraan. Mag jij hem als eerste testen? Aan jou de eer. Yay! Nou, een schommel 2 eraan doen. Maar schommel 1 is al in gebruik. Die schommel gaat me toch nog wel een beetje te veel heen en weer hoor. Dus dat moet nog wel even aangepakt worden. Maar hoort dat niet gewoon? Ik bedoel, nee. Gaat het er niet kapot? In de speeltuin gaat dat niet ook helemaal in de weer. Nee, maar dat is ook een heel ander soort speelgoed. Dat stond ook op de website. Je kan particulier speelgoed bestellen echt speeltoestellen voor een speeltuin, zeg ja, maar ik denk ook gewoon dat ik het gat niet groot genoeg heb gemaakt. Dus, zoals je kan zien, ik heb toch het gat maar wat groter moeten maken. Toch het gras kapot moeten knippen. Ik ga meer beton storten. Wiebelt nog steeds. Een beetje. Volgens mij heeft het echt helemaal geen verschil uitgemaakt. Jawel. Ik weet niet. Volgens mij gaat het gaat goed. Volgens mij gaat het gewoon goed. Ja, komt helemaal goed. En anders dan stort ik gewoon overal beton. Ik heb even een steen geboord. Of een gat in een steen geboord eigenlijk. Zodat ik deze lampjes erop kan schroeven. Zijn zo lief, die lampjes. Efteling vibes. We willen Efteling vibes in de tuin. Kijk hoe mooi het gras hier ligt. Ja, hou het in je hoofd. En bedenk je dan dat ons oude gras er ook zo uitzag ooit en hoe het er nu bij ligt. Zie je het verschil? Deze is nogal lekker plat gestampt. Nou, we hebben daar nu zand erin gedaan. Dat zand dat zorgt er dus voor dat het gras omhoog blijft staan. Dat je dus niet dit krijgt. Zat hier ook ooit in, maar dat zit er niet meer in. Want we hebben dat eruit gehaald omdat we hem moesten verplaatsen. En toen hebben we het er alleen mee gedaan. Dan krijg je dus dit.
En je moet het eigenlijk beesten maar één keer in dezelfde tijd. En daar hadden we ook niet zoveel zin in, want het vond ik te zwaar. Maar, nou kregen we bij het gras, zei die man van, nou jullie mogen ook anders wel eventjes onze elektrische bezem lenen. Dus toen kwam ik daar, weer een week later uiteraard. En toen zei ik, hoe lang mag ik hem eigenlijk lenen? Want je zei 8 weken geleden dat ik hem mocht lenen, dus ik kon hem halen. Dus hij zei, nou ja, je gaat het echt doen. Oké, nou, doe maar een weekje dan. Toen zei ik, nee, ik ga het echt meteen vandaag doen. Hij zei, oh nou, dan verwacht ik hem wel morgen hoor. Nou, dit is hem hoor. Kijk, mijn bezem die elektrisch is. Ik heb het nog nooit gebruikt, maar als ik die man moet geloven, is het heel makkelijk. Kijk het verschil. Kijk hier hoe plat. En kijk hier hoe hoog. En dan zie ik hier zelfs nog een paar die nog plat zijn. Dus ik ga er nog een aantal keer overheen. Maar het wordt wel echt heel veel beter dan dat platte. Het is echt lelijk. Nou, ik ben helemaal trots op mezelf. Ik heb het gewoon meteen gedaan. Ik heb hem ook meteen teruggebracht. En die man was helemaal trots op me. Die was ook helemaal verbaasd. Wow, kom je hem dezelfde dag alweer terugbrengen. Het begint ons al een beetje te kennen, denk ik. Nou, aangezien we deze kruiwagen nu nergens meer kwijt kunnen. We hebben geen schuur of zo. En we hadden nog heel veel aarde over. Doen we het gewoon zo. Het is nu gewoon landelijk leven Sim Sierstuk. Maar volgens mij staat het toch niet eens stom. Het voelt als een boerderijtje nu. Nou, ik denk dat jullie nu al genoeg hebben gezien van ons hier weer heel hard schokkend en sloffend door de tuin en aan het werk ja. En zwetend. En... We willen het resultaat zien, jongens. We hebben nog wat dingetjes gedaan, kleine dingetjes, onkruid weghalen, plantjes neerzetten, maar skippen we gewoon. Al het werk dat ik heb gedaan, skippen we gewoon. Nee, schat. Knippen we er allemaal uit. Ik weet het niet, hoor. Volgens mij heb ik ook het onkruid nog maar zitten pulken overal. Ja, maar dat zie je. Nee, niks. Helemaal niet. Dat zie je helemaal niet. In dus mijn dat is ook niet gebeurd. Nou goed, hè? We skippen dat gewoon eventjes. We gaan door naar het eindresultaat. En ik vind het heel erg leuk geworden. Kom. Maar we gaan het nu gewoon laten zien. Komt-ie. Kijk ook hoe gezellig het eruit ziet in de avond. Als het gewoon lekker donker begint te worden. Logisch, dat is wat het in de avond. Soms. Nou, ik zal je nog even laten zien hoe het was en hoe het is geworden. Dat is natuurlijk altijd het allerleukste gedeelte van een makeover. Het was eigenlijk echt een plek waar we inderdaad altijd onze rotzooi dumpten, onze blaadjes heen veegden, onze onkruid lieten groeien. De hooiplanten neersmeten, zoals jullie konden zien. En de katten gingen er wel eens naar het toilet. Dus het was echt een heel fris en fijn plekje. Multifunctioneel was het. Ja, heel functioneel. Maar het is nu gewoon een plek waar je lekker kunt spelen en kunt schommelen. Ja, behalve wij dan. Wij zijn te zwaar voor de schommel. En ook nog eens een keer een plekje waar we lekker kunnen gaan barbecuen en een haartje hebben. En lekker kunnen genieten met elkaar.
Nou, dat was het. Dat was de makeover. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie van het resultaat vinden. Laat vooral maar weten hier beneden in de reacties. Ja, laat vooral maar weten hoe mooi je het vindt. Want we zijn helemaal kapot van al het werken al die maanden lang. Ik ben wel blij dat het klaar is. Och, ik ben zo blij dat het klaar is. Mocht je nou zin hebben om je tuin te doen, hartstikke leuk. Ik wens je heel erg veel plezier. Als je het leuk vindt om onze voortuin te komen doen, dan heel graag. Want ik wil het echt niet nog een keer doen. Nou, als je deze video dus leuk vond, vergeet niet een like te geven. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En druk dan natuurlijk ook op het belletje, want dan krijg je een melding als we een video uploaden. Ja, en als je nou meer makeovers wil kijken, zometeen aan het einde heb ik hele leuke makeovers aangeraden. Kan je die ook even kijken. Ja, heb ik ook allemaal gedaan. Oké, nou, dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei! Doei!